Een hele goede morgen, wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van slankenfittv.nl. Ik ben lifecoach Daniel Ballinga en vind het gaaf dat je weer even de tijd neemt om naar dit leuke informatieve video te kijken. Laatst werd onze vraag gesteld van joh, luister, die fruitinname, tips, is het ook slim dat ik met die 2 stuks fruit per dag, normaliter die ik moet eten, het ook goed om ze dan te persen? Die cliënt vroeg, maar met 2 stuks fruit kom ik makkelijk aan, want ik pers mijn 2 sinaasappelen gewoon per dag. Dus ja, dan heb ik toch ook met 2 stuks fruit binnen. Is dat goed? Nou, natuurlijk zijn vers geperste sappen erg goed. We kunnen ons ook nog herinneren dat de juice restaurant uit de grond popte. Overal kon je verse juices, verse smoothies verkrijgen. En die zijn ook zeker heerlijk om te maken en ook zeker heerlijk om te drinken. Alleen Farah en ik zullen je nou niet adviseren dat ook echt te vervangen voor die 2 stuk fruit. Het liefst 3 tot 4 stuks fruit die je per dag het beste tot je kan nemen. Waarom? Als jij je fruit gaat persen, verliest dat toch echt ook weer zijn vezels die erin zitten. En daardoor krijg je natuurlijk een enorme piek in je suikerspiegel. En omdat die vezels, ja, die je er eigenlijk hebt uitgeperst, niet door het kouproces meegaan in je lichaam, ja, geeft dat niet zo'n goed effect. En is dus ook ons advies, ga zorgen dat je niet alleen maar je 2 stuks fruit per dag geperst drinkt, maar dat je dus ook echt die 2 stuks fruit per dag los eet, als gezonde tussendoortjes, want dan heb je daar veel meer baat bij. Dus de vraag die wij kregen, telt mijn 2 stuks fruit ook mee als ik dat pers, als een soort verse fruitsap, is het antwoord helaas nee. De laatste jaren schoten natuurlijk alle sapbarren als paddenstoeloten rond. En natuurlijk kun je ook best veel energie en ADHD uit die verse vruchten sappen halen. Mits je er dan natuurlijk wel heel veel van moet drinken, omdat er echt niet meer voldoende bouwstof in zitten dat wat er in 1980 nog wel in zat. Maar, natuurlijk, een verse jus is altijd beter dan een glas cola. Laten we dat voorop stellen. Maar het is ook nog eigenlijk goed te weten dat wij dan ook niet adviseren sapvasten of sapkuren te gaan doen. Waarom? Je lichaam heeft gewoon ook die hoogwaardig uitgebalanceerde voedingen elke dag weer nodig. Tuurlijk zijn de vers geperste sappen altijd beter dan die in een pak, die je kant-en-klaar koopt in de supermarkt. Maar ook de geperste sappen, die verliezen dus ook eigenlijk de vezels, doordat je het eruit perst in plaats van dat je het echt wegkoudt. En die vezels die ook dus in ons fruit zitten, heeft je lichaam keihard nodig, zodat jouw suikerspiegel dus niet uit de pan springt. Wat gebeurt als jij een verse vruchtensap drinkt? Vezels zorgen er namelijk voor dat de suikers die je binnenkrijgt je lever niet om gaat zetten in vet. Ja, en waar fruit is, daar is suiker. Je kunt die suikerpiek iets inperken door je drankje te combineren met voedsel met een lage glycemische index en veel eiwitten. Zo vertraag je namelijk de verteringsproces. Een handje noten, kaas of eieren maken het je lever ietsje makkelijker om alles beter te kunnen verteren. Ook nog een heel goed alternatief is doe een klein schepje lijnzaad door je vers geperste vruchtensap heen. Als het dus om jouw 2 tot 3 stuks fruit per dag gaat, is het eten van fruit dus toch wel de beste optie. Nou, ik hoop dat je dit weer een informatieve, gave, nuttige video vindt. Laat ook graag onder de video weten wat jij hiermee kan. En we willen je natuurlijk weer bedanken voor het kijken. We willen je heel graag vragen, deel deze video met mensen die jij kent, die je echt wat aan kunnen hebben. Doe vooral ook de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren op ons gratis slankenfittv.nl. En heb je ons e-book nog niet gelezen, hoe dat je echt nu ook lekker in de zomer binnen no time 20 kilo kan afslanken in 4 maanden, want het is Farah namelijk gelukt, kun je die ook echt gaan lezen. Dat raad ik je ook echt aan. Ga je nog op vakantie? Lig je nog lekker op het strand? Ga je nog lekker kuren? Neem dat boek van ons dan mee om lekker te studeren op de link slankenfitebook.nl. Hey, bedankt voor het kijken. Hele fijne dag en tot in de volgende video maar weer. Je hebt jouw ouders. Stel als ik nu tegen jou zeg, oké, jij wilt 10 kilo afvallen.
als jij over een jaar nog geen 10 kilo bent afgevallen, dan zie jij je leven lang nooit bij je ouders. Dan worden je ouders uit je leven geplukt. Dan zijn ze weg, voor altijd. Mits je die 10 kilo bent afgevallen. Zie je wat ik bedoel? Daardoor krijg je waarschijnlijk een hele grote